Zo'n 40 eerstejaars HBO-studenten zijn onwel geworden tijdens hun verblijf op Sportpark Winkelsteeg. Dat gebeurde op de laatste dag van hun introductie. De GGD heeft een infectieziektearts naar het terrein gestuurd. Wij denken mogelijk aan het norovirus. Ze hadden last van braken, diarree, voelden zich ziek, misselijk. Vervelend, heel vervelend voor de studenten om een leuk kamp zo te eindigen. Ze waren gelukkig niet zo ziek dat ze moesten worden opgenomen. En ze zijn nu allemaal naar huis gegaan.